Frits, broer, goedemorgen met Wil van Delft van het programma Delfts Blauw. Hoi, hoi. Frits, welkom, goedemorgen hier. De reden dat we jou hebben uitgenodigd vanmorgen is vanwege de nieuwe single Zo Lief Gemeen. Yes, helemaal leuk. Ja, waarom de titel gekozen Zo Lief Gemeen? Ja, Zo Lief Gemeen. Ja, dat is gelijk een goede inhoudelijke vraag. Nee, Zo Lief Gemeen, ja, het lied gaat een beetje over een... Ja, hoe zou ik het zeggen? Het gaat een beetje over een, niet echt een verboden liefde, maar het gaat meer over een stijl wat nog een beetje om elkaar heen draait. En ik hoorde het vorige net Nieuwe Voort voorbij komen, daarna kwam We Draaien Om De Waarheid Heen. En daar ging het ook al een beetje over, maar bij dit nummer gaat het echt over een stijl die nog niet zo goed weet of ze nog een vriendschap hebben of dat ze eigenlijk al een relatie hebben. Ja. En dus er is over nagedacht, maar zo lief gemeen omdat vrouwen kunnen zo lekker spelen met mannen. En dat vind ik zo lief, maar toch ook gemeen. Vind je dat zelf, hè, dat vrouwen zo kunnen spelen met mannen? Ja, in een positieve zin dan, hè. Maar dat kunnen ze wel. Ja, oké. Ik draai dus juist een fragment van een andere single, Frits. Nu of Nooit, dat was ook zo'n nummer met een heel pakkende tekst. Ja, klopt. Ja, Nu of Nooit was een lekker tempo, gezellig liedje eigenlijk. En ook mijn eerste die ik vorig jaar uitbracht. En ik moet ook gewoon heel eerlijk zeggen dat ik ben gewoon nog een beetje zoekende. Ik zing al wel wat jaren, maar vooral in de... kinderbranche en veel theater en musical, kleinkunst. En vroeger als klein jochie stond ik eigenlijk altijd al op de bar te zingen en alles. Dus ik begon dat toch weer, te trekken om ook gewoon Nederlandstalige en popmuziek te maken. Alleen ben ik een beetje zoekende geweest in, wil ik nou heel erg vrolijke muziek of wil ik juist inhoudelijke muziek met een verhaal of wil ik snelle nummers, langzame nummers. En dat ben ik een beetje aan het ontdekken, zo doen we dat nu of ooit. Volgens mij een lekker vrolijk nummer is met een accordeon erin en gezellig. En het nummer die we denk ik zometeen ook horen, Zo Lief Gemeen, is iets meer pop, iets meer met een band, iets stoerder vind ik zelf. Dus gewoon echt wat anders. Ja, je zei het zelf al, je hebt vroeger begonnen met zangles en theaterschool. Die theaterschool, heb je daar nadien nog iets mee gedaan, Frits? Nou ja, naar de theaterschool ben ik echt de kinderbranche in beland. En toen heb ik verschillende voorstellingen mogen spelen in Nederland, België. Zoals Brandweerman Sam. Nou ja, dat moet je maar net kennen als je kleine peutertjes of kleutertjes hebt in huis. Maar dat is een held van Telekids, is dat. En daarnaast heb ik ook nog wel heel veel als presentator gedaan op podia en evenementen. En eigenlijk wil ik dat hoofdstuk niet helemaal afsluiten, maar wel een klein beetje verdraaien naar de volwassen entertainment. En daarom hoop ik ook steeds meer te gaan presenteren en te mogen zingen voor het volwassen publiek. Ja. Heeft je dat ook iets gedaan nadien, Frits, met die theaterscholen? Wat je zegt, we hebben dat daar gedaan, maar nu heden ten dag, heb je daar nog profijt van? Ja, nee, zeker. Ja, ik heb er heel veel geleerd. Want het is, wat ik zeg, ik heb heel veel in de kinderbranche gedaan. Maar dat wil niet zeggen dat de theaterschool daarvoor bedoeld was. Ik heb daar wel heel veel geleerd als het gaat om de clip die gemaakt is. Bijvoorbeeld, daar speel ik zelf het mannetje die verliefd is op het meisje. En dat vind ik ook leuk, dat ik daar een beetje van mijn theaterskills kan gebruiken. Maar ook als podiumervaring en op het podium is het me niet onbekend. En heb je zeker wat als een theaterachtergrond, denk ik. Ja. Frits, deze single, momenteel heel erg actueel, Zo Lief Gemeen. Wordt er alweer stiekem gedacht aan een opvolger van deze single? Of zeg je, het is toch te vroeg? Ik kan geen datums of iets noemen. Maar het is wel zo dat ik ervan overtuigd ben dat Zo Lief Gemeen echt veel meer een nummer is die bij mij past. Als stijl en als sfeer. En daarbij heb ik een beetje in mijn hoofd een beetje een Belgische, Vlaamse invloeden eigenlijk. Zoals zijn nieuwste Stadsbaters of de Romeo's. Nou ja, moet je net kennen. Maar het is wel een beetje de sound die ik wil evenaren en wil blijven herhalen. Dus ik verwacht zeker dat er binnen nu en een half jaar weer een mooi liedje bij komt. Ja. Eventje voor de luisteraars, hè, want jij bent heel erg ambitieus, hè, want deze single is uitgebracht op een blad, een label, wat jij zelf hebt opgericht, ja. Met een evenementenbedrijf. Hè?
Ja, ja, dat klopt. Ja, ambitieus, dat klopt. En misschien is het ook allemaal een beetje te veel. Maar ja, ik vind het gewoon heel veel leuk. Ik ben nog jong, ben 27 jaar. En ik los van dat ik ook nog gewoon een fulltime job heb door de week. Erbij vind ik het ook gewoon heel erg leuk om, om van alles te ontwikkelen, te ondernemen. Dus klopt, ik heb een evenementenbureau, Neo Producties, waar ik ook inderdaad een platenlabel bij heb, waar ik kindermuziek onderbreng, maar ook dit nummer onder mijn eigen label breng en van meerdere. Dus dat is allemaal mogelijk en ook handig en leuk om te doen. Ja, dat ambitieus bedoel ik heel erg positief, dat je bent leergierig, jij wilt alles nog een beetje beleven en ontdekken in je leven. Ja, nee, dat klopt. Ik vind heel veel nog leuk. Ja, maar ik moet alles nog een beetje ontdekken en uitzoeken wat ik nou echt wil. Dus ik hoop wel dat ik uiteindelijk iets meer focus op wat mensen echt van me mogen verwachten. Want het is zoveel verschillende dingen. En misschien is het wel fijn dat luisteraars op een gegeven moment ook duidelijk hebben wat ik nou echt doe. Wat ik nou echt maak. Ja. En weet je dan een beetje welke definitieve richting dat je een beetje in zult gaan? Of zeg je, nou, dat is nog te vroeg voor mij? Nou, ik denk dat ik nu nog een beetje een allegaatje ben, maar ik hoop dat ik, ik beloof bij deze dat Zo Lief Gemeen echt in de richting is van de muziek die mensen van mij in de toekomst mogen verwachten. Iets meer pop, iets meer met een band, iets vlotter, maar ook gewoon mooie liederen. Ik wil iets met mijn stem laten horen en ik hoop in de toekomst meer als presentator en als zanger op te mogen treden. En het hele kinder en alles, dat zal iets minder worden. Ja, het is wel een nummer, Frits, wat zich onderscheidt, hè, bij de, zoals je dat mag noemen, de massa. Hè. Het is wel een duidelijk onderscheidend nummer, vind ik persoonlijk. Ja. Dat hoop ik ook. Dan is dat in ieder geval bij jou gelukt. Dat is ook wat ik zocht. Ik wilde niet iets wat er al was. En daar ben ik heel lang naar bezig zoeken. Ja. Iets voor de luisteraars die meeluisteren. Zij die meer informatie willen weten. Dat is een mooie eigen website. www.fritsbroeraaneengeschreven.nl. Dat klopt? Ja, klopt. En dan is het de broer van broer en zus. Maar fritsbroer.nl. En anders op Facebook is van harte welkom natuurlijk. Ja, want je kijkt ook op die voesfoto, hè, van Zo Lief Gemeen. Je kijkt zo serieus, hè? Ja, ik ben ook best wel serieus. Klinkt wel enthousiast. Ben ik ook, maar ik ben ook heel serieus. Ja, leuk. Frits, leuke gesproken hebben we vanmorgen hier in het programma. Het gaat je goed. Ik ga je alle goedste wensen. Op de eerste plaats natuurlijk bedanken dat je vanmorgen hier live bij ons was. En, tof. En jij als presentator, kondig je eigen single aan, alsjeblieft. Dat is goed, komt-ie. Nou, Frits Broer, u luistert naar Wil van Delft, Delfts Blauw Radio. En u gaat luisteren naar de nieuwe single van Frits Broer, Zo Lief Geweest. Het gaat je goed, hè, Frits. En tot de volgende keer. Bedankt, hè. Hoi. Dankjewel. Hoi.